In dit filmpje kijken we naar onze kernwaarde rentmeesterschap. En rentmeesterschap is misschien een wat ouder woord, maar zeker niet minder actueel. Vroeger was de rentmeester de beheerder van een stuk grond voor de eigenaar. Daarom begint rentmeesterschap bij het besef dat we als politiek en samenleving niet de eigenaar zijn van de aarde. Niet van de natuur, maar ook niet van de cultuur. In andere woorden, de schepping is niet van ons. We mogen de aarde natuurlijk wel gebruiken, maar niet verbruiken. We hebben de aarde in beheer en in bruikleen gekregen. De Romeinen zeiden al dat de zorgplicht van de gebruiker zwaarder was dan die van de eigenaar. Als iets van een ander is, moet je daar voorzichtiger en zuiniger mee omgaan. We hebben ons gebied en onze cultuur geërfd van onze voorouders, toevertrouwd gekregen door de schepper. We moeten er daarom zorg voor dragen dat we het in gelijke of betere staat kunnen overdragen aan de volgende generatie. Zien we dat nog als onze opdracht, als onze gezamenlijke roeping? Er is zoveel waardevol, zeker ook in de polder, om door te geven. Met gezond verstand, historisch besef en een combinatie van bezonnenheid en daadkracht kunnen we aan de slag met deze duurzaamheidsopgave. Dat is rentmeesterschap. En volgende week kijken we naar solidariteit.